Luc Paul Severs, wie was hij voor jou? Een hele leuke artiest om aan te kondigen. Ik heb heel veel programma's met hem mogen maken. En hij was een performer pur sang. Hè. Een man die alleen maar leefde om te zingen, denk ik. En wat weinigen weten is dat hij toch ook een heel begenadigd componist was. Hè. Hoeveel hits heeft die man niet geschreven die nu in het collectieve geheugen zitten en die vele generaties na ons nog zullen blijven zingen. Ik denk dat hij in de galerij der groten, zoals Anne Christie, Louis Neefs, thuis hoort. En dat zijn muzikaal erfenis zal blijven. Bart, wie was hij voor jou? Een concurrent? Helemaal geen concurrent. Eigenlijk een vriend al wel dat we elkaar privé niet zagen, maar het was altijd heel leuk weerzien op een optreden. Het gebeurde ook wel eens dat we bleven hangen na een optreden. En dan bleven we maar een pintje drinken en babbelen over het vak. Soms haalde hij dan nog zijn gitaar naar boven en zei van, ik heb een nieuw liedje gemaakt, wil je een keer luisteren? En wat vind je ervan? Zou het een hit kunnen worden? Dus hij was altijd heel erg begaan met zijn vak, met zijn publiek, ook met zijn vrouw, met Pauletje, die vroeger altijd meeging, want die waren onafscheidelijk, totdat ze die oogziekte kreeg. En toen zag je dat hij daarvan afzag ook, naar oplossingen zocht van hoe dat hij toch nog zou kunnen optreden en toch ook bij haar zou kunnen zijn. Dus hij heeft daar toch minder optredens ook op aangenomen om toch wat meer bij Pauletje te kunnen zijn, wat zijn meeler siert. Luc, was hij ondergewaardeerd in Vlaanderen? Ik denk dat hij bij het publiek zeker en vast gewaardeerd was. Maar ja, dan komen we altijd op hetzelfde uit. Hè. De media. Hè. Daar hangt zoiets over onze Vlaamse artiesten. En Bart zegt dat 100 keren. Er zijn alleen maar goede en slechte liedjes. Hij werkt met dezelfde muzikanten als de grootste popgroepen. En Paul ook, ongetwijfeld. Dus in die optiek blijft dat perceptie. Hè. Jammer. Maar Oké, ze blijven timmeren, hè, aan de goede weg. Hoe blij zou Paul vandaag zijn met dit grote eerbetoon? Ik denk dat Paul heel erg fier zou zijn. En ik hoop dat hij een beetje kan meekijken en dat ik kan zien wie hem allemaal graag gezien heeft. Dat zijn heel veel mensen als ik hier zo rondkijk.